They're coming. Kom, Wim. De Canadezen zijn er. Nee. Jullie leven nog? Ja. Gek, hè, met al die mensen die ons willen afmaken. Ik dacht dat Franke jullie had doodgeschoten. Hij had in dat zichtje erzählt, dat we entkommen konden. Franke? Wat meer was erzählen? Meer? We hebben weken ondergedoken gezeten. We zijn net een half uur thuis. Wie zegt dat jullie er niet gewoon vandoor willen? Wat bedoel je, kind? Ik sta op het punt opgehaald te worden door de Canadese Field Security. Goed. We gaan met jullie mee. We laten in bureau. Kom ze, Ludwig. Was Hamertje? Los daarheen. Ga maar zitten. Ga maar zitten. Moet ik aannemen dat jullie denken dat ik schuldig ben aan die desastreuze overval? Ja. En aan het uitleveren van je Joodse cliënten. Hoe durf je? De meeste kennen mijn man al jaren. Het waren vrienden die hier regelmatig... Wat is mijn belang daarbij? Gewoon ordinair jatten wat ze jou hebben toevertrouwd. Jij samen met Franke. Zie je hem in verraad voor het microfoon, pa? Van jou was het toch het idee voor die overval? Je hebt Hans en zijn mensen gewoon laten afslachten. Wacht even. Ik was niet de enige. Kuipers wist dat ook allemaal. Maar niemand lässt dan een eigen zoon ombrengen. Niemand. Jeder Mensch hat ungeahnten Tiefen, Hauptsturmführer. Darf ich euch etwas zeigen? Toen wij ondergedoken zaten, hebben mijn vrouw en ik alles op een rijtje gezet. Ik heb een agenda's doorgenomen. Wij zijn tot een radicaal andere conclusie gekomen, nietwaar, lieve? En die is? Daarvoor moet je met me mee naar de Canadese politie. Zang ze eens ons jetzt. Als jurist kan ik dat niet. Moet jullie onbevooroordeeld houden. Ah, daar zullen de Canadezen zijn. Iedere verdachte heeft recht op een fair proces. Zelfs de grootste schroeft? Zelfs die. Hallo, are you ready?